Kijk, hoge bomen, weet je, hij is irritant vaak, hij is arrogant vaak. Nou, dan weet je natuurlijk dat op het moment dat het wat minder gaat, dan worden de pijlen op hem gericht. Maar ja. Ik vind nou echt niet dat. Ik vind dat die pijlen op die spelers gericht moeten worden. Ja, hij kan wel gewoon coachen vanuit de rol. Want wie je er nou ook in zit, of je nou Koopmijners erin zit, of weet ik veel wie erin zit. Ja. Je mag toch wel van die spelers een heel klein beetje op het moment dat je met 2-0 voor staat. Het is gewoon klaar, je gaat gewoon naar de WK. Weet je, speel die bal lekker gewoon een beetje rond. In plaats van dat je eindeloos probeert te blijven voetballen als een kips op de kop. Jij hebt echt dan is de tribune het... gezeten, hè, Wim? Nou, ik was daar. Daarom weet ik dat zo goed. Je hebt echt met pen en papier wie er naar zit te kijken. Ik heb zitten analyseren. Ja, zeker. Ja. Je had een kleine snabbel daar. Jij mocht er een presentatietje doen. Dat heb je ook de wedstrijd gezien, toch? Ja, nou ja. Goed. En daar zie je in die wedstrijd. Kijk, daar zie je thuis ook, maar helemaal als je daar zit. Er was ook helemaal geen ruimte om te voetballen. Die gasten die gooiden het dicht. Wat je ook verzint, je komt er toch nooit doorheen. Maar goed, dan maken ze er toch nog twee. Nou, dan is het ook klaar. Dan moet je daar ook gewoon genoegen mee nemen. Kijk, die Koopmijners komt erin. En die viel vrij slecht in. Wow. Ja, die wilde even laten zien hoe die gegroeid is. Maar die kon over 5 meter nog geen bal laten komen. Nee, die speelde die gewoon over de zijlijn. Maar het is natuurlijk ook... Die rechtsback die is dan ook weg. Maar die is wel zo. Ja, die toen natuurlijk... ja, was gewoon hij hier nou heen. Er is niet eens ruimte om te gaan. Hij gaat natuurlijk wisselen, omdat hij zelf ook denkt dat het klaar is. Laten we die graaf... En heeft hij ook niet de zelfspot om na afloop te zeggen... Nou ja, oké, weet je... De wissels vielen niet lekker in. Ja, ik was er vanmiddag, want Helene kon niet. En toen vroeg ik dus aan hem wat nou zijn eigen rol hierin was. Wat zijn rol was in deze deceptie eigenlijk. En toen zei hij het volgende. Ik heb dubbel 6 als signaal naar de ploeg... dat we wat slimmer daarmee om moesten gaan. Maar ik ben ook weer degene geweest die weer terugging naar de 6. En met 2 aanvallers weliswaar andere type dan Wijnaldum. Wijnaldum met de Koopmijners, dat is ook een ander type. Maar later met Gravenberg erin, dan ga je eigenlijk weer naar de oude situatie van 1-6. Ja, dan kan je achteraf, dat is ook weer een slecht signaal als je het eerste een signaal wil geven. Maar eigenlijk moet het al voldoende zijn dan voor de spelersgroep. Ja. Maar hij lult nu maar een beetje aan zijn nek. Maar dat is op zich niet erg. Maar hij wisselt natuurlijk met het idee, het is gewoon gebeurd. Ja. Want ik dacht ook bij 2-0, ik denk dat die mensen moeten tot volgend jaar kerst spelen. Die maken nooit van zijn leven een goal meer. Ook, Helemaal. Dat gevoel heb je de hele wedstrijd gehad. Maar dat gevoel heb hij natuurlijk ook. Ja, en dan valt het wel heel erg tegen. Dat als jij dan gaat wisselen, dat die mensen nog 2 doelpunten maken. Dan moet ik wel zeggen dat die laatste 10 minuten die kon ook echt niet. Hè. Dat was ook overdreven slecht. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.